Nou is het zomer in Nederland een niet al te beste zomer. Wat heb jij in de tussentijd allemaal gedaan? Ik heb in mijn blote kont heb ik op de Dam gerend. Dat was fantastisch. Ik sprong in een kanaal. Nee. Ik heb veel shows gedaan. Veel theatershows ben ik mee bezig. Dat gaat echt heel goed. We doen af en toe wat kerstshows in december. We gaan, even denken hoor, eentje in Emmen doen. In het nieuwe Atlas Theater. Dat is een heel mooi theater in Emmen. Gewoon het hoogtepunt van Emmen. We gaan een show doen in Veldhoven, in de Schalm. We hebben twee shows in België staan, in Bredene en in Lokeren. En we hebben nog twee shows in Duitsland staan. Ja, en Duitsland is redelijk nieuw terrein voor jou. Ja, dat is heel nieuw terrein. Dat is ook de eerste keer dat we echt, of de tweede keer dat we eigenlijk iets in Duitsland doen. En na vorig jaar was het een groot succes. Dus dit jaar gaan we er twee doen. Maar ja, Bouke in Duitsland, hoe is het met je Duits gesteld? Heel slecht. Heel slecht. Hoe ga je dat dan doen, zo'n show? Ik kan een klein beetje Duits spreken, maar dat is niet echt helemaal over te pochten. Dus, Maar in jouw normale shows is het toch dat je even contact zoekt met het publiek en even een babbeltje maakt. Ik neem aan dat je dat in Duitsland ook graag zou willen doen. Dat doe ik tegenwoordig in Chinees. Gebarentaal, dan kom je heel ver. En Engelstalig, dat kunnen ze wel verstaan.